Ik ben in Purmerend. Prachtige atletiekbaan en veld. Dus dan kan je wel raar dat ik op zoek ben naar een atleet. En deze atleet heeft zilver en goud gewonnen op de Olympische Spelen. Marlou van Rhijn. Ik zocht je al. Het is zo groot hier. Maar ik ben natuurlijk aan de verkeerde kant uitgestapt. Ja, het was open daar gelukkig. Hoe is het? Heb je al getraind? Nee, ik moet nog. Je moet nog? Oh, dan ga ik even kijken. Ja, dat kan. Dit is je huisbasis. Dit is waar het te doen is. En dan woon je hier heel vlakbij? Ja. Dit is ideaal, man. Ja, het is echt perfect. Maar is dit van een school of wat is dit? Of... Nee, het is gewoon van de gemeente. Dus overdag traint de school er wel veel op. Maar dat gaat eigenlijk altijd wel samen. En 's avonds gewoon de verenigingen. Moet je kijken wat een prachtige atletiekbaan dit is. Het is midden in downtown city Purmerend. En je hebt het rijk voor je alleen, op een paar schoolkinderen na. Eigenlijk altijd wel leuk. Want die kinderen willen altijd meer over atletiek weten. Dus stiekem heb ik ook gewoon nog een missie om al die kinderen op atletiek te doen. En wat willen ze dan weten allemaal bijvoorbeeld? Nou, alles. Het is natuurlijk altijd heel interessant als ik even mijn benen aan en uit doe. Dat is natuurlijk altijd een dingetje. Ja, dat is altijd een dingetje bij jou, je benen. Je moet wel door blijven lopen, jongens. Hup, hup. Hup, hup. Tempo erin. Heel goed, dat zijn ze. Ja. Wat ga je vandaag doen? Je gaat trainen. Hoe ziet die trainingsdag eruit vandaag? Nou, ik heb vandaag eigenlijk niet een hele lange training. Ik doe een beetje startjes, want ik heb zaterdag wedstrijd. Dus wat we nu gaan doen is zorgen dat ik voldoende spanning hou om morgen een dag rust te houden. Dat ik niet te slap word, maar ook niet te veel spierpijn heb. Oké. En doe je dat alleen of doe je met je trainer? Ja, daar is de trainer. Dag trainer. Dag Humberto. Ik stoor er nu eigenlijk. Hè? Ja, dat mag nu nog wel even. We zijn nog niet begonnen met de training, dus dan mag het wel. Als ik nu toch nog met je praat, hè? Ja. Wat is haar kracht? Waardoor is zij wie zij is? Ze durft heel veel, ze neemt heel veel risico en doordat ze veel risico neemt, dan gaat ze dus hard, beter dan de anderen. Ze wordt beloond voor de risico's die ze dus neemt. Ja, die ga je niet zo... Hé, ik moet zeggen, je bent wel fashionable. Gewoon hier een broek en schoen op elkaar afge... Hé! Alles. Zomaar kom je verrassingen tegen bij Marlou van Rijn. Kom eens stai. Bene, te? Parliamo. Sì. Kom eens stai in Napoli. Poi difficile, però sono pronto. Perché è difficile? Qualche volta è difficile, però sono pronto. Adesso sto allenando con Percy. Poi sono più forte di prima. Ik zou even vertalen. Jonathan Guzman, speler van Napoli. Gewoon bij Marlou van Rijn. Gianni Saifelon, ook gewoon hier, want hij gaat trainen, ook bij de trainer van Marlou van Rijn. En we hebben gesproken over Napoli. Maar goed, het is niet belangrijk, het gaat niet om het voetbal, nu het gaat om atletiek. Juist. Het gaat om de Olympisch kampioenen. Jullie trainen met Percy, hè? Wat maakt hem een goede trainer? Want dan kan ik ook een beetje begrijpen waarom Marlou zo graag met hem werkt. Hij is vastberaden en hij laat je gaan tot het uiterste, denk ik. Mentaal bereidt hij ook goed voor. En qua voeding, ja, een beetje alles. Daarom zijn we hier. Ja. Heb je Marlou wel zien hardlopen? Dat heb ik alleen op tv gezien. Ja. Jullie zijn eigenlijk hetzelfde. Jullie hebben er alles voor over in je extra tijd. Zij heeft er alles voor over. Topatleten. We zijn atleten. Atleten onder elkaar. Alles doen om beter te worden. In Purmerend. Ben je nu al vooruit gegaan? Ja. Qua gevoel, qua tijd ook. Hoe lang werk je met Percy? 2014. Dat is een andere trainer naar de Olympische Spelen dus. Ja. Spannend. Best wel, ja. Maar ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ja, het is veel beter geworden. Ja. Zelfs mijn flesje past erbij. Het wordt wel een beetje gênant nu, hè? Nee, het is juist mooi. Je doet je running legs aan nu. Ja. Marlou, you running this weekend? You be getting took right through. Gotta have scams on the block car, you know what a hood might do. On my one pretty niggas trap car, we don't wanna look like. Marlou, als ik jou vraag, hè, het belangrijkste verschil tussen 2012 en 2016. Nou, ik denk dat het grootste verschil is dat ik daar heel onbevangen was. Echt een beetje, toen ik had op zich wel hard gelopen, maar ik was nog best wel underdog. En het is nu eigenlijk een stuk... Ja, een beetje een soort van volwassener of zo geworden. Meer druk ook? Ja, maar vooral aan mezelf, omdat ik nu veel duidelijker weet wat ik zou moeten kunnen. Dus dan wil ik dat ook gewoon doen. Kijk, het gaat natuurlijk gewoon om winnen. Sowieso. Ik wil mijn titel verdedigen en die anders zou ik ook wel erg fijn vinden om die van kleur te veranderen naar goud. Maar ja, dat doe ik door sneller te gaan en dat wil ik gewoon vooral. En als je nu nog twee dingen zou moeten noemen die per se nog moeten gebeuren voordat het zover is, Rio. Wat is dat dan? Nou ja, mijn blades, die moeten nog wel echt even een stukje beter. Ik zit nu in between blades. Oké, dit zijn niet de... Nee, kijk, dit zijn nog... Dit is nog niet helemaal, hoe noem je dat? Nou, nog niet klaar gewoon eigenlijk. Voor het vliegende deel wil je het liefst wat lichter. Maar voor de start wil je vol power kunnen leveren en wil je snellere reactie. En nu merk ik dat bij de lichte blade houdt het me heel erg tegen. Moet ik heel erg wachten tot die blade een keer komt, terwijl ik er al ben. Terwijl als je op stijve blade gaat, dan hou je het misschien niet meer onder controle. Dus ik ben nu bezig met iets meer soort van tussenweg te vinden daarin. Dat moet echt nog goed zijn voor Rio. Dat denk ik dat het belangrijkste is. En daarnaast, ja, gewoon fun. Ik heb gewoon heel veel, ja, ik kijk er gewoon heel erg naar uit. Ik hoop zo, hè, dat jij de doelstelling die je voor jezelf hebt uitgestippeld, dat je die haalt. Want je bent wel een wereldwijd voorbeeld eigenlijk, sinds Londen. Nou, dank je. Nee, dat is gewoon zo. Ja, ik hoop soms wel dat inderdaad mensen denken van oké, het is gewoon atletiek. Het gaat gewoon snel. Het is gewoon een goede harde training. En er zit niet zoveel verschil. Dat hoop ik vooral. Nou, en dat laat ik je mede zien. Ik ga je gewoon bedanken, Marlou, want dit is niet zo'n hele lange vlog. Het is geen diepte in documentaire. Op weg naar Rio, ik hoop dat je alles kan bereiken wat je wil bereiken, ook met je blade. Dat je de goede brace kan pakken. En dat we je gewoon weer zien flitsen zoals ik heb zien flitsen in Londen. Dat hoop ik ook. Dankjewel. Leuk hè, Marlou van Rhijn.